waarom verstopt hij eieren? Dat is echt heel raar als je erover nadenkt. Het is Pasen en daarom zijn er vrije dagen, een lekker ontbijt en chocolade-eieren. Vandaag zijn wij in Nijmegen om te kijken of jongeren het feest nog vieren en of ze weten waarom ze het feest überhaupt ooit vierden. Wat denk jij wat eigenlijk vieren met Pasen? Dat was de geboorte van Christus, toch? Ja, ja dat heb ik wel goed. Was de dood van Christus? Wat was de dood van Christus? Dat is toch iets met Jezus? Ja, wedergeboorte. Ja. Of nou ja, dat hij opstaat uit de dood. Oh, jij bent christelijk, hè? Ja. Jij weet alles. Ja, ja, iets met de wedergeboorte en het opstaan uit de dood? Ja. Ja. Van Jezus? Dat hij zo'n goede man was. Herboring van Jezus. Ja, toch? Dat hij uit de dood is opgestaan. Uit de dood is opgestaan. En hoe gaan jullie Pasen vieren? Wat ga jij doen? Ik ga naar de kerk. Ja, ik ga paaseitjes verstoppen voor mijn zusjes. Ja, we gaan een paaslunch in de avond houden. In de avond? Ja, want iedereen aan het werk is overdag. Oh, nice. Niet. Nee, eigenlijk ook niet. Met mijn familie. Gezellig. Lekker ontbijten. Paaseitjes erbij. Denk gewoon met de familie, van mijn vriendin en van mezelf. Lekker paasontbijtje of zo. Waarom zoeken we paaseitjes met Pasen? Paashuis komt toch uit Australië of zo? Nederlandse traditie, denk ik gewoon. Nee, dat is niet Nederlands, toch? Ja, nou, gewoon een traditie die mensen erin hebben gedaan, denk ik, heeft niets met Pasen te maken, volgens mij. Nee, ik denk dat dat ook een beetje later ontstaan is. Waarom verstopt hij eieren? Dat is echt heel raar als je erover nadenkt. Omdat de paashaas ze verstopt heeft. Ik heb er geen idee. Ik zocht ze wel altijd in de tuin. Mijn moeder verstoppelde ze. Maar ik weet verder niet, hoor. Het stond van een Germaanse traditie om eieren als symbool van vruchtbaarheid te begraven. En die laten we kinderen zoeken, oké. Okay. Ja. Oh ja. Nou, zo leer je nog eens wat. Ja. Dus dat weet ik. Zo, ja. Die wist ik niet, nee. Verbinden jullie het geloof met het feest? Ja, ik persoonlijk wel. Maar ja, ik dus totaal niet. Ja, zelf niet, maar daar komt het wel vandaan. Dus op die manier wel. Maar... Ik viel nooit Pasen en ik ben ook niet gelovig, dus ik heb er eigenlijk niet heel veel mee. Ja, ik geloof eigenlijk niet in dat soort dingen, dus... Als je erin gelooft, snap ik het. En daar heb ik ook altijd respect voor, maar nee, ik geloof niet, dus... Okay. Maar ja, ik vind het wel altijd gezellig. Het is weer Pasen. Dat waren dus de jongeren uit Nijmegen. Het blijkt dat een aantal van hen nog wel herinnert dat het verhaal van Pasen origineel kwam van de wederopstand van Jezus Christus. Het verhaal over de eieren wisten minder. Heel fijn Pasen gewenst.